Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van, ik wou Pokémon zeggen, maar het is Super Mario Odyssey. Of nou ja, Generations, leuk geprobeerd, maar dan Odyssey. Maar nee. Leuk geprobeerd, maar dan nee. Ja, ik zit al helemaal bij onze volgende serie, Sander. als je het nog aandurft om met me een volgende serie op te nemen. Ja, altijd. Nice, nice. Dan wordt het tijd voor Pokémoning. Goed, ik... Weet je waar het ook tijd voor wordt? Nee? Om die timer te starten. Ik start hem nu. Kaboom. Oké. Okay. Oh, bijna mijn software geüpdate. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, dat was niet helemaal leuk. Maar, wat ik wilde. Sandring, vertel me eens. Jij hebt dus mijn nieuwe serie zitten kijken. Twee seconden ervan. De eerste 3 minuten? Ik zag eigenlijk Kiss Dreepy niet. Oké, okay, ik ben weg. Wauw, wat een haat. Ja, dat dacht ik dus ook. Wat een haat naar Dreepy. Hey, ga even die guy even normaal doen. Oké. Het is wel nadelig. Ik had dus verwacht dat je... dat je eigenlijk terugkomt bij het beginstukje van de wereld. Ja. Spoiler. Dat is niet zo. Dat is niet. Nee. Dus daardoor dacht ik, kan ik meteen een aantal van die sterretjes pakken die ik vergeten ben. Oh, dus jij hebt opgezocht. Nou, kijk, ik ben gewoon zo'n pro en ik dacht later, toen ik de aflevering terug zat te kijken, toen dacht ik, waarom vergeet je die nou? Ik denk een half uur geleden, dacht ik van, oh, ik moet eigenlijk eventjes opzoeken waar ik mana kan halen. Dat heb ik helemaal niet meer gedaan. Ja, dat is... Dus het wordt freerunning vandaag. Dat is niet handig als je tegen zo'n pro Odyssey gamer moet. Oh, doet er nog iemand mee in deze serie? Nee. Nee, I was joken. Joke? Is Joke dood? I was joken, making. Is Joke echt dood? Nee, maar ken je niet van... Van wat is dat? Van, ik weet van dat de Vlaamse van mol. Is. Oh. Nee, oké, dat had ik misschien niet geraden. Oh. Oké. Ik weet... Joke is misschien niet dood, maar... Sandring wel. Mario wel. Oh, ik wou Mario zeggen. I was sitting the... Oh, daar. Oké. Okay. Nou ja. Oh, sand ringing. He do be ringing sander. Inderdaad. Heb jij Vlaamse Mol gekeken trouwens? Vlaamse wel, ja. Wat een crazy guy. Nee, ja, dat is jammer. Maar ja. Ik vind het ook wel erg zwierig. Nou, ik vind het eigenlijk wel goed dat het... Ik bedoel, ze hadden het ook kunnen zwijgen. Ja, dat klopt. Ja, dus ze hebben er wel wat van gedaan. Dat was de keer dat Jean-Marc de Mol was. Nee, dat is in niet Nederland. Waar, jij liegend beest, denk ik. Wacht, waar is die guy? De cutie guy? Waar is die guy? Nee, geen cutie guy. Oh, Mario, wat doe je crazy? Daar ben ik wel van hem gewend, dus... Maar toch schrok ik ervan. Jij schrokking. Schrokking. I do be schrokking. It's crazy. Fuck a duck. I just met you. Nee, als het niet hoeft. En als het wel hoeft? Behalve het als het zo'n Cramorant is. Wat? Ook dan eigenlijk niet. Nee. Hey, kom eens back. Back again. Wow. Wow. Wij zijn van die Soul Links. Dat is een andere serie. Oh, wij zijn wel linking. To the past. Ja, of to the soul. Ik snap. Oh, daar is die guy. Sandring. Hier. Ik snap het niet meer. Oké. Ik heb hier echt heel veel tijd mee verloren. Ik ook. Dus... Volgens mij lukt het niet. Ik moet boven op zo'n pilaar komen. Daar ligt zo'n stukje van een maan, maar ik kan daar niet komen. Ben je met die blinde guys? Ja. Ah. Ja, er is ergens een platform die je omhoog brengt. Oh, en dan kan je die blinde guys te zien, die platform. Ja. Zijn de ring, je bent hier! Oh.
Nee, die is sowieso. Ja, maar die, wacht. Die platform kun je ook zien zonder. Ja, maar dan kan je wel over die drie pilaren, maar die over die vierde pilaar niet. Ik snap het niet. Je moet naar boven komen, ja. Dat is je probleem. Nee, boven ben ik wel, maar... Nee, kutspel. Oh, ik zie het al. Never minding. You do be minding, the never. The nevering. Okay, ik had gehoopt dat ik... Jij deed hoping. Oh, I deed hoping, but it was in false in hoping. Dat is niet fijn. Oh, ik heb zo'n maan? Chill. Wojo, jij valt. Can I have a money? Can I have a money? In de chat? In de chatting, at least. In de chatting zelfs, Wojo. Ja. Oh ja, ja, dan moet ik. Ja. Oké. Ja. Grab hem. Ik heb een maning, kabooming. Je hebt zo'n maning, dat is wel ziek. Ja, eigenlijk wel. Ja. Oh, die zit niet in deze game. Oh, oké. Seeking, nee. Seeking zit waar. Niet in deze game. Heb ik die? Oh, die heb ik ook niet. Moet ik even kijken. Showdown in the inverted pyramiding. Ja. Wat? Weet je waarom we Pokémoning weer moeten gaan doen, Sander? Dan heb je weer van die vette intro's. Ja, dat is wel ziek. Dan moet je altijd zo een grabje maken. In de intro in. Hoe deed je ook weer rollen? Dat lukt niet. Het bukken. En dan lijp doen. Oh ja. Oké. Rolling. JK! Top! Zet ze even. Yo, geheime maning! Wat? Die heb ik niet. Nee, alleen Meester Mario's spelers hebben een maning. Oké. Cool man. Je voelt je niet aangesproken als Meester Mario spelering? Nou, jawel. Ja? Dat snap ik niet. Ja. Nee, dat snap ik. Wacht. Nee. Ik weet niet of dat positief of negatief is. Dat gaan we later een beetje verzinnen, denk ik. Geheime blooping. Er was zo'n fanmade avatar iets gemaakt. Ben je dat al tegengekomen? Op ja, ik zag dat op TikTok inderdaad. Ik dacht eerst, is dit echt? Dat dacht ik eerst. Ja, ik was ook helemaal in de warring. In de warring. Sander was weer in de warring. Ja, echt ziek. Heel ziek. Had je die tweet ook gezien? Die tweet? Over heel ziek. Over heel ziek. Dat weet ik eigenlijk niet. Hoe ging het? Ja, dan weet je wel of je hem gezien hebt. Zeg maar. Deed jij zo'n grappening maken? Nee. Het was iets over... Nou ja, oké, dan ga ik hem ook gewoon zeggen. Iemand die vroeg aan iemand anders in een groep van... Yo, ben je heel erg ziek van corona? Yeah. Dus diegene zegt, heel ziek. Dus... Ik zie dat berichtje en ik vat dat natuurlijk meteen positief op. Want mijn brein denkt bij heel ziek alleen aan positieve shizzle. Nou ja, dat is dat. Toen zei hij, vind je het zo nice dat je ziek bent? Nou, ik dacht wel eventjes, waarom antwoord je dat nou op dit vraagstuk? Maar toen dacht ik, wacht. Hij had magische poedering. Dat was wel een magische poedering. Magische poedering. Weet je wat ook magische poedering is? Nee. Oh.
Wat is ook maar. Zo'n sterretje. Zo, dat duurde veel te lang. Oh, ik dacht alleen maar maning. Even manings, dat bedoel ik. Wat zei ik al? Sterretje. Sterretje. We doen toch geen Mario... die? Nee, die doen we niet. Dus, dat kan helemaal niet. Ik ga dood. Ik ben doding. Hoeveel manen heb je in deze game? Hè? Hoeveel manen heb je in deze real world? In deze wereld? Pas 6. Ja. Is dit Force Endering? Ja, en ik vond het eigenlijk nog wel zeg gaan, maar als ik dat nu zo hoor, dan denk ik, oh, af. Ja, maar jij bent op zich. Nee, dat mag. Het kan wel ergering. Oh ja, die schapen. Oh, die vond ik zo kut, die man. Die ga ik niet doen. Hey, Metro Kingdom guy. Hey, is dit zo'n maning? Ja, dat is de secret maning waar ik het over had. Lost in the luggage. In the luggage? It do be luggage, man. Crazy. Hij loopt naar binnen. Inside. En outside. Maar goed. Maar goed. Ja, ik weet niet meer. Waar wou ik het over hebben? Wordt tijd dat we weer. Hadden we het hiervoor niet over iets en dat we dat toen afkapten? Over heel ziek? Nou, nee, dat was het vast niet. Dat weet ik niet. Meer. Vlaamse Mol. Oh ja. Of hebben we dat afgerond? Nee, dat jij zei van dat je het goed vond dat ze het... En toen begon ik over Jean-Marc en toen was je pussyboy aan Nee, toen was ik gewoon goed nadenken. Ah, oh, nee. Maar ik vind wel goed dat ze dat zo eerlijk zeggen. Zeker. Oprecht. Ik ben benieuwd of het niet oprecht grapjes terzijde... Of het niet in Nederland ook al een keer is gebeurd, maar dat ze dat niet durven te zeggen. Nee, ik denk het niet, als ik heel eerlijk ben. Nee? Nee, dat denk ik niet. Want je ziet ook altijd, zeg maar, de dingen die er gedaan zijn, ook vanaf aflevering 1 al, dus... Ja, oké, dat is waar. Maar ja, aan de andere kant, er zijn ook zoveel verborgen hints en die zijn altijd voor iedereen... te vinden en ook zo ver gezocht dat op zich die verborgen hints, die kun je nog wel zeggen van yo, dat was deze guy. Ja, nee, maar dat ik zat ook dit was echt een domme gedachte, maar ik zat dus ook te denken, hè. Toen dacht ik zo van ja, maar waarom hebben ze eigenlijk niet gewoon één guy en die is de backup mol? Ik weet al waarom. Yeah. Want als hij er dan uitgaat, heb je ook geen backup mol meer. Nee, maar Sander, ze hebben wel altijd een backup mol, hè? Alleen, dat vertellen ze niet aan de backup mol. Nee, oké, ja, zo. Ze hebben wel altijd een backup mol. Ze hebben wel altijd iemand van, nou, mocht de mol uitvallen, dan gaan we die vraag doen. Ja, maar bij Vlaamse mol dus schijnbaar toch niet. Nee, bij de Vlaamse mol niet, nee. Ja, of ze hadden het wel, alleen ze willen het... Of misschien was hun backup mol er ook al uit, hè, dat kan. Ja, nee, dat... Hun wilde Jens natuurlijk... Ja, dat zou geniaal zijn. Dat zou geniaal zijn. Op zich. Ik heb 3 manings. 3 manings? Ja. Dan loop je voor. Ik moet die Power Moon nog doen. Ja. En je gaat hem niet halen. Ik weet ook niet meer hoe die verliezen werkt. Van de konijning. Hoe werkte deze guy? Vrouw, hoe werk je? Met zijn of guy. Oh ja. Vergeten. Dat guys geen vrouwen zijn? Nou ja, soms wel. Maar... Zo? Nou ja, je hebt mensen die van geslacht wisselen. En daar hebben we gewoon respect voor. Oké. Ik denk je gaat nu een voorbeeld noemen. Nee. Maar zo gewaagd durfde je niet te zijn. Nee, ik ben gewoon een nette jongen. Want ik ben gewoon goed opgevoed. Nee, dat vind ik netjes wel. Gewoon goed opgevoed. Ik hou wel van dat je netjes zijn. Ah, hoezo werkte dat niet? Je bent een crazy guy, vrouw. Is nou guy of vrouw? Wat? When you don't know if someone is a guy or a vrouw.
Of een kees. Een maffende kees. Een maffende kees? Nou, dat heb ik nog nooit gezien. Nou, daar ben jij. Een maffende kees. Hop, kabooming. Hij deed ook kabooming. Oh. Ja, dit is niet chill. Dit is niet chill. Dit is wel chill. Is nou wel of niet chill? Gaan we pakken dan? Gaan we pak me nou? Oh, dat kun je niet, hè? Nee, want mevrouwtje is een beetje slecht. Ah, dat is goed. Oh, dit had je zo erg in de intro moeten doen. Oh, dit was geniaal geweest. Ik helemaal koki lopen doen. Oh, je krijgt het toch niet. En dan krijg je het. Het was echt heel mooi. Het was echt comedy. Peak comedy. Zou ik haast even zeggen. Mr. Joep van het Hek is er niks bij. Die vind ik ook niet zo grappig. Mr. Ronald Goedemond is er niks bij. Ja, die is wel grappig. Mistertje. Oh. Oh, je zei al. Oké. Okay. Nee, nee. Die vind ik grappig. Ja, die is wel funny. Daar kan ik wel zo'n lach om gooien. Ja? Kan ik nog wat van leren? Nou, Sandrine, jij bent ook een funny guy. Ah, soms. Jij weet wel dat ik jou een funny guy vind. Kut. Ah. Ik ben dood. Dat is tip. Doe niet handig. Schijnt niet handig in te zijn. Wat zeg je nu pas? Ja, ik dacht eigenlijk. Dat ik zo'n slim boy. Want jij is slim boy. Dus ik denk, jij weet dat al. Ja, klopt, maar ik weet niet. Maar jij bent minder slimming dan ik had verwacht. Maar je bent nog wel slim, toch? Zeker. Oh, hij doet ineens zo'n andere zigzagging. Daarom ging ze net natuurlijk dood, ondanks dat ik Kokkie deed. Peppy, deed ook Peppy? Je doet wel een keer Pep. Nee, dat niet. Nee? Nee. Ja, oké, okay, vooruit. Paul zegging. Dat was het. Kut. Het leven is kut. Kabooming. Oh. Wow, oh. Een kabooming hoor. Dat was geen kabooming. Nee, dat was geen kabooming. Dit neem ik terug in. Dat is er te ver van verwijderd, waardoor die zo... Ja, hij deed wel kabooming, maar niet zoals ik wou kabooming. Dat is very sadding. Dat is very sadding. Kabooming! Dit is een echte kabooming, kijk! Lekker. Oh, ik ben zo zielig, ik ga dood! Oh, boehoe, arme kijk! Wat een triest persoontje was deze guy. In. Guy in. Guy in. Het is een guy in. Kaboom. Het is wel handig als je dan verspreekt dan... In. Ja. Ik was gewoon nog niet uitgepraat. Maar ja, je moest er meteen weer tussendoor. Solved world problems. Oh ja, ja zo werkt dat. Alles ook gewoon. Yo, de piramide. Gaat die nou kapot in? Gaat stijging. Of omdraaiing. Gaat stijging. Oh, gewoon stijging. Ik dacht, het ging kapot in. Gaat niet kapot in. The hole in the desert. Weet je wat ik ga doen? Ik hou wel van je houdt wel van gaatjes, maar... ik wou net zeggen. Je houdt wel van gaatjes. Maar, ik ga ze doen van, yo, Odyssey, ik wil naar een volgend leveltje. En dan zegt Odyssey, je hebt lekker pegging. Nou, hij zegt, je hebt genoeg power maar. Echt? Jij loopt zo ver voor, hè. Holy guacamole. Kijk, weet je, ik ben zo speedrunning pro. Nee. Nou, dat hebben we anders in alle afgelopen Mario's niet gezien. Ja, maar deze, hier heb ik mijn speedrunning opgeroepen. Dat is ook niet fijn. Nee, je bent toen leaking. Welke is dit? Lake. Oh, bij Lake weet ik echt nul sterren. Oh, manen. Down. Dan zou ik eerst naar Woodup moeten gaan. Ja, dan doe ik dat wel. Daar weet ik wel wat manen. Oh, Lake wordt echt een ramp. Vrees ik. Like. Bij de meeste weet ik wel wat manen. Maar bij Lake kan ik me niet eens meer herinneren of ik manen weet. Vast wel, als ik er kom, maar zo uit mijn hoofd niet. I'm skipping the cutscene. Oh, dat moet ik niet zeggen, dat is natuurlijk zo'n
Pro Street. Oeh, dat is wel een Pro Street, ja. Pro Speedrun Street. We rode to the sky garden. Kabooming. Bleep bloop. Sorry, ik was even my life as a teenage robot. Was jij XJ9? Ja, sowieso. Nou, ik ben de tiende versie, want ik ben nog beter. Sandring, je mag niet leading. Oké, dan niet. Yo, greetings, traveler. Traveler. Wauw, wacht. Your crabs. Oh, ik was right. Armo was. Maar niet armo was. Oh. We dachten ongeveer hetzelfde. Ja, geef me zo'n checkpoint in. Oh, je moet hier ook nog best wel veel manen. Ik dacht dat je hier wel minder moest. Au. Dat is niet helemaal aan de bedoeling. Yo, dat is een recht naar de maan. Daar komt Mario aan. Ben benieuwd wat hij weer gaat beleven. Altijd een slim idee. Altijd een slim idee. Hij maakt dingen mee. Ben benieuwd wat hij weer gaat beleven. Nee, dat zou wel overblijven. Dit is de titelsong van Jimmy Neutron. Proton. Oh, yo. Jij bent heel zo, vlak, jij bent zo niet zo'n neutron kennering. Dat was zo'n grab, ja. Yeah. Oh. Jimmy Helium. Nee? Jimmy Helium. Ja. What the freak. Ja, had het over Jimmy Neutron en ik over Jimmy... Of Proton en ik over Jimmy Helium. Oké. Okay. Helium nee, staat kan. Ook op de ding. De periodic table of zoiets. Hoe heet zoiets? Ja. Ik ben echt een natuurkunde mastering. Dat is geen... Oké, dan ben ik boos. Wat is dat dan, biologie? Scheikunde natuurlijk moeten. Nee. Ik maar ja, sorry, dat is niet. Oké. Ik ben mild niet boos nu. Mild niet boos. Ja, wat wil je dan? Dat Poepoenza. Ik helemaal niet boos ben? Ja. Dat gaat me iets te ver. Oh, lol, ik ging op zo'n grappige manier dood. Dat kan ik me niet voorstellen. Ik kan me niet voorstellen als jij doodgaat dat het grappig is. Nou, dit was best funny. Joke is er niks bij. Mario. Mario-ing. Ga dan op die guy springing. Oh, die zo'n maantje. Ik wist niet eens dat je hier een maantje voor kreeg. Sandring staat zo ver vooring. Ik heb maar 2 sterren hier, hè. Ja, ik ben nog lang niet daar. Ja, maar jij staat nog verder vooring. Ja, want jij hebt al die Android dingetjes gedaan. Sandring, daar zo moet ik verder. Ik snap hem alleen. Nee, je hebt toch al die andere guys verslagen? Mij verslagen. Ja. En al die andere guys. Dus jij hebt nog best wel veel voorsprong, denk ik. Bedoel je van de andere games? Ja. Dat zei ik toch. Nog 2 minuten, Sandring. Alleen ik zit midden in zo'n boss battling. Nee, ik heb je ring niet getekend. Nee, ik ga dood. Nee. Altijd Mario, je mag ook wel gewoon helemaal dood gaan als je... Crazy guy. Hij maakt dingen mee. Ik ben benieuwd wat hij weer gaat doen. Levering. What the fucking. Ik word hier genaaid. Levering. Wat een kut leveling. Dat vind ik niet zo aardig van je. Dat je zo tegen dit level in praat. Maar ik snap je wel. Wacht, welke doe je? Ik doe tegen die grote Boeddha vechten. Tegen die grote Boeddha. Ah, ik ga weer dood. Maar ja, nee, dat...
Die heb ik niet gedaan. Nee. Woef, woef. Heb je die al gedaan met die hond? In de Pyramid Level? Nee, ja, in Sand Kingdom. Ja, ja, ja. Dat heb ik gedaan. Die heb ik niet. Ha. Die hond. Terwijl die is ook best makkelijk. Je bent zo'n opzoeker, Rain. Maar dat mocht, heb ik gezegd. Oh, die had ik niet... Die heb ik niet gedaan, maar die had ik ook niet opgezocht, hoor. Nee. Oh, de tijd is op, Eng. Maar ik zit nog wel in een bosbeddeling. Ja, die mag je dan afmaken. Mm-hmm. Ja, ik zal eventjes stoppen met bewegen. Ook. Echt. Ja, misschien kun je in Odyssey trouwens ook wel doen. Dat je gewoon door mag. Kijk, bij anderen dan blijft de aflevering natuurlijk oneindig lang doorgaan. Maar bij Odyssey kun je best zeggen, je mag stoppen zodra iedereen stilstaat, zeg maar. Ja, precies, ja. Stil kan staan. Ik snap dat je dat wil. Nee, maar dat is goed. Nou, kijk, bij die anderen ga je dan gewoon zo'n loop in, weet je wel. Maar bij deze heb je, bij Odyssey heb je dat niet. You cannot looping because it is not some level change. Eigenlijk bij Mario Galaxy was het eigenlijk ook al een beetje oneerlijk. Omdat je gewoon heel makkelijk levens krijgt in die game. Ja, daarom zei ik op een gegeven moment ook van ja, moeten we dat wel doen dat als we doodgaan dat we dan nog een keer mogen zeggen. Ja. Nee, dat was een foutje denk ik achteraf. Aan de andere kant heeft me wel geholpen. Ja, dus precies. Dus. Je hoort mij niet klagen, maar... Ik denk wel... Dat was wel een soort loophole. Ja. Oké. Okay. Oh, nu ga ik... Oké, dit was dan niet zo slim. Ik ga wel gewoon even dood. Oh, ik kan natuurlijk gewoon op dingen drukken. Want ik zit nu namelijk ook in zo'n bosbetteltje. Ah. Want mijn brein denkt, oh, haal alle sterren. Dus die denkt dan niet, yo, wacht even met die bosbattle. Ja. Zo, nou, ik ben klaar. Anders dan hebben we precies de loophole toch weer gevonden. Ja, precies. Goed, ik wil iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Voor dit nou een leuke aflevering doen, daar heb je morgen. Vergeet zeker Sander's kanaal niet te checken, die staat in de beschrijving. Dat mag. Adios, amigos. Doei doei.